Ik hou vol dat de verdeeldheid over asielbeleid ter grondslag ligt aan de val van en Kaag en Bijleveld. Nee, ik denk niet dat... Jij niet, nee. Nee, ik denk dat er toch andere fouten ook zijn gemaakt in die hele Afghanistan-crisis. Een Kaag die dan in dit geval ook met de ambassadrice daar echt slechte communicatie heeft gevoerd. Dat deze onder de knoet van mevrouw Broekers-Knol, hè, die zo prachtig is afgemaakt door een van die columnisten. Ik denk dat mevrouw Broekers-Knol een groot aanzien heeft in Den Haag, maar niet zodanig veel dat Kaag haar beleid ze had een groot aanzien als Kamervoorzitter, maar niet als minister of staatssecretaris. Dus ik had echt veel waardering voor haar als Kamervoorzitter, de Eerste Kamer. Maar je ziet dat dat een ander vak is dan de winstpersoon. En ook zij is in zekere zin het slachtoffer van die hele verschillende uitgangspunten die binnen de partijen aan de orde is. En dat migratiethema is naast het armoedethema, het sociale thema, hoe brengen we geld van de rijken naar de armen, van de private sector naar de publieke sector, het grote verschil tussen rechts, als ik jou even zo mag noemen, en links. En je kunt het niet eens worden over een klimaatbeleid wat noodzakelijk is als je ook dat migratiethema en dat armoedethema niet oplost. En daarom zie ik geen perspectief voor een rechtsliberaal minderheidskabinet. Maar als we het hebben over die migratie dan, dat dat niet een thema zou zijn waar links mee akkoord zou kunnen gaan. Er is een motie ingediend om het Deense asielbeleid te overwegen. En dat is in Denemarken juist voortgekomen uit de linkse kant, om het zo maar eventjes te noemen. Dus als we het op die manier bekijken, dan denk ik helemaal niet dat we moeten gaan polariseren in links vindt dit, rechts vindt dit. Maar er is een asielprobleem. Er is een migratiecrisis. Hoe gaan we dit aanpakken? En dat we dan kijken naar een Deens model waar ook linkse politici achter kunnen staan, denk ik dat dat juist een mooie oplossing zou kunnen zijn.